Het is vrijdag 13 augustus. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Politiebonden boos over strandfeest in Hoek van Holland, precies een jaar na de rellen. Wat vinden de buren van metrostation Blijdorp? En natuurliefhebbers wandelen rondom de Hoekse Waard. En morgen is het iets droger, hier is Ed Aldus. Zaterdag krijgt de zon wat meer de ruimte. Toch is er nog steeds kans op een bui. Temperaturen een graad of 22 en niet al te veel wind uit het noordoosten. De politiebonden NPB en ACP vinden het onbegrijpelijk dat er op 22 augustus een groot feest wordt gehouden op het strand van Hoek van Holland. Het is precies een jaar na het dancefeest Sunset Grooves, dat vorig jaar uitliep op grote rellen waarbij één dode viel door politiekogels. In strandtent Miljonairs vindt zondag de 22e dat feest plaats voor zo'n 1000 mensen. Een jaar na de geruchtmakende strandrellen in Hoek van Holland, waarbij politiemensen door dolgedraaide hooligans in het nauw werden gedreven en uit nood een aantal schoten losten. De politiebonden NPB en ACP vinden het daarom niet kies om een jaar na dato weer te gaan feesten op het Hoekse strand. Er zijn voor heel veel collega's vervelende gebeurtenissen. Die krijgen een herbeleving en het is voor die collega's heel vervelend om dan te moeten constateren dat er op die plek dansende en jolende en wat iets meer zijn de mensen zijn die daar een feest gaan vieren. De eigenaar van Beach Club Miljonairs ziet het probleem van de politiebonden niet zo. Het feest is niet met Sunset Grooves te vergelijken. Het verleden jaar komt er 40.000 man op af. Ze zeggen zelfs nog meer. We hebben het nu over 1000 man, inpandig, in ons eigen pand, betaald. We hebben er eigenlijk niet eens een vergunning voor nodig. Het valt gewoon binnen onze exploitatievergunning. Dus vandaar dat het een heel ander kaliber is. Ook bij een feest van 1000 mensen kunnen een aantal dingen gebeuren. Maar we hopen natuurlijk dat dat niet zou gebeuren mocht het feest überhaupt doorgaan. Maar het gaat om het principe. Veel collega's hebben het gevoel dat ze met een stukje rouwverwerking bezig zijn geweest. Dat ze veel ervaringen hebben moeten verwerken. Die krijgen zowel hun privé als hun werkomstandigheden net weer op de rails. En die vinden het dan vervelend om te moeten constateren dat een dergelijk feest op dit tijdstip en op die locatie weer plaats gaat vinden. Natuurlijk is het heel erg wat er gebeurd is, natuurlijk. Alleen, ja, wij moeten ook dit seizoen doorkomen natuurlijk. De politiebonden willen dat het feestje niet doorgaat. De gemeente Rotterdam en de deelgemeente Hoek van Holland zien geen reden en geen mogelijkheden om het tegen te houden. De politie in Rotterdam neemt geen disciplinaire maatregelen tegen de agent die gisteren een werkstraf kreeg van de rechter. De 30-jarige man werd veroordeeld omdat hij op de Pretoria-laan in Rotterdam-Zuid twee kinderen had aangereden die daarbij gewond werden. Het ongeluk gebeurde vorig jaar op 21 juni. De politieman was onderweg naar een spoedgeval, maar in een onherkenbare auto en zonder zwaailicht of sirene. Ook reed hij te hard. Volgens de rechter heeft de man onvoorzichtig gereden en heeft hij zich niet aan de regels van de politie gehouden. De korpsleiding gaat erop toezien dat de agent zich houdt aan de werkstraf. De zaak komt in zijn persoonlijke dossier, maar aan schorsing of ontslag wordt niet gedacht. Ruim 6 jaar hebben omwonenden en ondernemers rond de Statenweg in Blijdorp last gehad van de bouw van het nieuwe metrostation. Maar de ellende is bijna voorbij. Maandag wordt het officieel in gebruik genomen. Vandaag kregen pers en bobo's alvast een rondleiding in het diepste metrostation van Nederland. En onze verslaggever Jos de Jager nam 2 lokale ondernemers mee. Zij hebben tenslotte 6 jaar tegen die bouwput aan moeten kijken. Wim van Keulen is al sinds 1980 op de Shen in Rotterdam en is een van die ondernemers die 6 jaar lang een bouwput voor zijn deur had. Keurslager Herman van Rijn is die andere ondernemer. Allebei hebben ze dus last gehad van de bouw van het metrostation, maar allebei hebben ze ook op hun eigen manier vertrouwen in de toekomst. Want de gemeente heeft het gezegd. De ondernemers zitten een paar jaar in de rotzooi, maar dan staat hen een mooie toekomst te wachten. Ik hoop dat de mensen die de metro uitkomen me zien en als ze me niet zien, dan moeten ze zeker bij mij zijn. Ze hebben dus aangegeven dat het 2200 tot 2500 instapbewegingen per dag, in- en uitstapbewegingen per dag zou geven. Dat moeten we eerst nog maar zien. We nemen de ondernemers dus mee naar het metrostation waar hun toekomst van afhangt. De architect, de directeur van de RDT en wethouder Baljeu gaan de heren voor. Architect Maarten Struis houdt een interessant, maar iets te lang verhaal en de ondernemers raken iets wat afgeleid.
Maar op een gegeven moment ziet slager Herman zijn kans schoon en stapt hij op de luchtig geklede wethouder Boyeu af. Van haar wil hij weten hoe ze zo zeker weet dat hij meer klanten krijgt. Wat we zien is dat sinds we met een snellere verbinding al op de Hofpleinlijn rijden, dat er meer reizigers zijn gekomen. Dus ook hier op dit station zullen natuurlijk meer reizigers gaan in- en uitstappen. Ik hoop ook dat dat voor de ondernemers een meerwaarde gaat komen. Gerustgesteld door de wethouder? Zeer teruggesteld, maar met deze mooie prachtige bruine dame. Ik zal nou even in de term van Balken dus spreken. U kijkt zo lief. Ah, inderdaad. Na nog een paar mooie verhalen over het metrostation is de sneak preview echt voorbij. En kunnen de ondernemers na het zien van het station hun laatste zegje doen. Niet dagelijks. Ja, het is goed dat het pas dinsdag open gaat. Hè? Wilt u zelf het metrostation bewonderen? Maandag wordt het metrostation dus feestelijk geopend. En vanaf dinsdag kunt u zonder poeha gewoon in- en uitchecken. Meerkerk maakt zich op voor een onrustig weekeinde. Vanavond en morgen staat het dorp in het teken van het jaarlijkse tractorpooling. In Meerkerk, bij de weide waar het evenement wordt gehouden, is onze verslaggever Marlies Harting. Marlies, wat is daar allemaal gaande achter jou? Nou, de tractoren die rijden hier al af en aan, Ineke. Publiek is er nog niet. Het begint zo om 6 uur. En dan verwachten ze ook wel een paar duizend mensen, want het is een heel populair evenement. Naast mij staat Martin van Lommel van de organisatie. Het is echt een van de hoogtepunten van het jaar, hè, hier in Meerkerk. Ja, dat klopt. Het is een van de hoogtepunten van de jaarlijkse tractorpooling in Meerkerk, ja. Heel Meerkerk loopt uit. Heel Meerkerk loopt uit en in de regio ook. Ja. Dan gaan jullie straks beginnen met de standaardklasse. Wat houdt dat in? Ja, dat klopt. De standaardklasse, dat wil zeggen dat zijn tractoren die op de boerderij en bij de loonwerkers ook op het land werken. En gewoon, ja. Dus de gewone tractoren die maandag weer het boerenland op gaan? Die maandag weer het boerenland op gaan, klopt, ja. Wat is nou het mooie van dat tractorpooling? Ja, de kracht, de spanning en de sensatie en wie de sterkste tractor heeft. Nou, we gaan het meemaken zo. En morgen is ook nog de hele dag van alles te zien. Hè? Wat kunnen we morgen verwachten? Morgen is meer het grote geweld eigenlijk. Tractoren van 1000 tot 6000 pk met V8-motoren, vliegtuigmotoren. En op de andere baan ook nog opgevoerde boerentrekkers eigenlijk. Tenminste het uiterlijke van een tractor met een motorkap. Maar wel spanning. Wel spanning en sensatie. Ja, en dat zijn ook echte professionals, hè, morgen? Klopt, zijn ook echte professionals die morgen rijden, ja. Ja. Want moet je er nou veel voor kunnen of is het echt, het komt het aan op wat die machine kan? Of gaat het er ook wel om wat de chauffeur kan? Nou, bij die grotere machines is het wel wat de chauffeur ook een beetje kan, hoor. Als je in één keer met 5.000-6.000 pk van start gaat, dan is dat wel even... Moet je wel even weten wat je doet. Dan moet je wel even weten wat je doet, ja. Okay. Nou, we zijn heel benieuwd. Spanning en sensatie wordt er beloofd. Wie er meer van wil weten, moet zondag kijken naar Rijnmond Nieuws. Want dan is er een reportage te zien over tractorpooling Meerkerk. Okay, dankjewel Marlies Harting. Drank, popmuziek en seuters, dat zijn de hoofdingrediënten van de feestweek in Schravendeel. De week waarin bijna iedere inwoner van het dorp thuis blijft om maar niets van de festiviteiten te hoeven missen. Daarbij wordt ook nog gul gegeven aan het goede doel. Al de hele week sputtert het vet voor de traditionele seuters. Een typische Schravendeelse lekkernij die alleen hier wordt gegeten. Dat is een aardappeltje, een klein aardappeltje. Dat we gekopt en gekond hebben, gewassen en... voorgekookt en nu zijn we ze dus aan het voorbakken en vanavond worden ze afgebakken. Oh, heerlijk zeg. Amy Winehouse, ook die hier zo in het glazen huis. Hart van de feestweek vormt het glazen huis van Radio Hoekse Waard, waarin 3 discjockeys zich inzetten voor Villa Pardoes, het vakantiehuis voor ernstig zieke kinderen bij de Efteling. Ze zamelen geld in door het draaien van verzoekplaten tegen betaling. En daar moet dit jaar extra hard voor worden geknokt. Iedereen moet gewoon op zijn portemonnee letten op dit moment. En dat merk je gewoon heel goed. We hopen de 45.000 euro van vorig jaar te evenaren, zo niet te verbeteren, maar... Ik zou blij zijn met 20.000 euro. Ik denk dat we met z'n allen blij mee mogen zijn. Want 45.000 euro vorig jaar, ik weet het niet. Ik denk dat het een uitschieter was. Toch stroomt het geld wel degelijk toe. Nou, ik vind het zo'n goed doel dat ze doen. Leeft dat echt hier in Schravendeel? Dacht het wel. Dacht het. De hele week geluisterd? Ja. Ja. De inwoners van Schravendeel zitten dus niet op zwart zaad, zo blijkt. En het is feest. Ja, er wordt behoorlijk tekeer gegaan. Dus kijk, hier buiten is het echt... we kunnen mensen een praatje maken, maar binnen de minibar loopt lekker. De lange, grote bar gaat ook lekker. Hard werken. En wat wordt daarbij gegeten? Natuurlijk de seuter. Dat is al van vroeger eigenlijk. Vroeger
gewoon een suiteravondjes. Dan werd er gewoon in Reuzel, werd de hele avond werd het pannetje opgezet op het gasthuis. En dan zaten ze een pilsje te drinken, donker bier dronken ze daarbij. En dan zaten ze dat gezellig samen te suiteren. De feestweek in Schravendeel duurt nog tot morgenmiddag. We blijven nog even in de Hoekse Waard. In 3 dagen een rondje Hoekse Waard lopen. 85 natuurliefhebbers zijn vanochtend in Oud-Beijerland begonnen aan de jaarlijkse oeverloop. De wandeling voert langs de oevers van de polder. En hij wordt voor de 20ste keer gehouden. Dan komt het allemaal weer goed en dan blijven wij vrienden met onze LTO-mensen. De wandeling is ontstaan toen een klein groepje natuurliefhebbers de staat van de oevers van de Hoekse Waard wilde inspecteren. Die zagen dat er allerlei dingen aan de oever waren die niet klopten. Met veel afkalving, beschadiging, ook van natuurgebieden, maar ook de oever zag er heel slecht uit. En daar hebben ze op een gegeven moment die wandeling voor het eerst gemaakt, foto's gemaakt en daarop zijn acties ondernomen. Inmiddels is de oeverloop uitgegroeid tot een traditie. Dit weekende wordt de tocht langs de randen van het eiland voor de 20ste keer gelopen. Het is leuk om door de natuur te lopen. De stilte, ja, saamhorigheid. De meeste mensen hebben het idee van, ja, ook, je zet je mobieltjes uit en je ziet veel in de natuur. We krijgen onderweg uitleg over allerlei dingen die we zien. Dat vind ik wel heel erg leuk. Je hebt hier gebieden die volledig avontuurlijk zijn. Waar geen pad is, waar je dus echt over hekken heen moet en klimmen. Dus ja, het is echt buiten het bewegelijke van het eiland, zeg maar. Omdat de tocht voor een groot deel langs kwetsbare natuurgebieden gaat, mogen er niet meer dan 85 wandelaars mee. De initiatiefnemers van de loop hebben door de jaren heen geholpen met het aanleggen van nieuwe natuur. Daar kom je nu ook doorheen, dus het is op een gegeven moment een beetje de hoop dat het een aan een geschakeld stuk natuur wordt. Hè? Maar daar gaat vermoedelijk nog wel wat tijd overheen. Want nu is het percentage niet natuur langs de oevers nog zo'n 50%. Ja, 3 dagen wandelen door de Hoekse Waard. Kijken wat voor weer de wandelaars en alle andere Rijnmonders hebben. Hier is het Aldus. Ja, vanochtend vroeg vielen de eerste buien in het Rijnmondgebied. Altijd lastig als u op pad gaat. Vooral het verkeer heeft dan vaak wel last van een kortdurende maar hevige bui. Die buien vanaf veraf, ja, altijd een fraai gezicht. Deze foto is gemaakt in Slikkeveer, maar de bui hing op dat moment boven Leiden. Kunt u nagaan. Het is een fraaie ijskap. Nou, de foto vanuit Hendrik Ido Ambacht, die is van dichterbij genomen. Een prachtige plaat. Ja, en ziet u dit nou op u afkomen, dan weet u één ding zeker, beste kijkers. Maak er maar snel dat je wegkomt, want anders krijg je dit. Wat in Heijplaat gebeurde, een flinke stortbui. En dan ben je in korte tijd gewoon zeiknat. Het onweer er daar ook nog eens bij. Nou, vanavond en vannacht dan hebben we te maken met brede opklaringen landinwaarts. Daar dan droog vannacht, een mistbank, een graad of 11. Na aan zee blijft de kans op een bui bestaan. En daar is het een graad of 14, 15 en er staat weinig wind. En dan morgen overdag, de zaterdag, ziet er wel wat beter uit dan vandaag. Toch kan er nog steeds plaatselijk een bui voorkomen. Wat meer ruimte voor de zon, temperaturen 21 tot 23 graden, dat is dan weer niet verkeerd. En dat bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Nou, vanaf zondag ziet het weerbeeld er niet best uit helaas. Zondag begint de dag mogelijk nog droog, maar dan vanuit het zuidoosten regen en buien. Temperaturen slechts 19 graden, een aantrekkende noordenwind. Maandag regen of buien, 20 graden. Dinsdag nog een paar buien. Toch ook wel af en toe zon. Kortom, het is vooral vanaf zondag 3 keer niks. En dit was het Rijnmond Nieuws van vrijdag 13 augustus. Meer nieuws vindt u op rijnmond.nl. Ik wens u veel plezier zometeen met FC Rijnmond en ik wens u een prettig weekend. Dag.